Trap is... Mensen thuis, als jullie goede festivals kennen, laat me weten. Want het lijkt alsof het enige festival dat ik tenminste interessant vind om even te checken, Sevenfest is. Want bijna alles is gevallen. Lijkt heel veel is failliet, man. Heel veel is failliet, ja. Heel veel is gevallen. We hebben niet eens de appelsap om naar uit te kijken. Dat is meer een boeha. Ik ga Rolling Loud niet eens noemen. Ja, je hebt het moment Tilburg, maar ja, daar zie ik Boef als headliner. Denk ik, oké, daar is het al niet een festival voor mij. Dus ik weet niet eens waar ik heen zou moeten gaan qua... Urban. Maar zelfs qua andere versies heb ik ook niet. Want ik zag wat voorbij komen, Loveland. En dan denk ik, ja, hoef ik ook niet heen. Je merkt ook een verschuiving van urban publiek naar elektronische muziekfestivals, toch? Urban mensen. Vieze urban mensen. Ja, maar dat is een cycle, toch? Dat is er altijd. Ja, dat is sowieso. Ja, want nu gaan mensen weer van... hip-hop naar elektronisch. En dan gaan ze weer van elektronisch naar hip-hop. Dan dit, dat, zo. Ik vind het jammer, man. Want we hebben allemaal nog een tijd meegemaakt. Je had Appelsap, Encore en Boeha. Gewoon 3 hip-hop festivals waar je gewoon naar uit kon kijken in de zomer. En daartussen kon je nog uitstapjes maken naar een... wat is het? Een Awakenings of een Lowlands of een dit. Oh, Dinges heeft een goede line-up. Down the Rabbit Hole. Beseffen jullie gewoon dat deze goons, shout-out naar de bankzitters, man. Ja, man. 2 keer Ziggo gaan doen. Ja, man. 2 keer en het is uitverkocht. Ja. 3 keer! Ja. 3 keer! Ze gaan 3 keer? Dat is bankers. Bro, dat is echt lijp. Gewoon YouTube gaat super hard, toch? Ja, ze gaan super hard. Maar gewoon YouTubers die muziek maken. Brazy. Niet afspelen, zij gaan ons ook... Zij gaan ons ook kicken, maar waar zijn zij eigenlijk? Zij gaan ons kicken en we mogen nooit meer op YouTube komen. Waar maken zij muziek van de blacklistmakers? Oh, ik weet niet, ik denk dat ze dat zelf zijn, denk ik. Maar Shana, bank zitten, maar Shana jullie, man. Relaxe gasten. Ja. Wie zit in bankzitters? Koen. Kardashian. Nee. nee, Yusu, wie? Nee, geen. Deze boys. Ze hebben Koen, Raoul, Mattie. Ja, ze zijn oud-voetballers. Ze zijn oud-voetballers? Ja, man. Vaak. Oh. Wat? Oud-spelers? Ze speelden veel FIFA. Ja, nog steeds volgens mij. Dat is mij nog steeds. Oh, nee, die Koen ken ik wel. Dit is die Koen toch, die dunne ginger? Hij is geen ginger. Ja, hij is een spiritual ginger. Spiritual Ninja. Hey, wow. Zie je tunes verdwijnen? Zie je tunes gewoon verdwijnen, man. Dat was een mega hit. Lodin. Hoe was het? Hoe was Hef? Concert. Wat zei je? Hey boys, onze Ghana. Ik ben 2 keer geweest en je had 1 COVID-editie. Nee. Onze Ghana-vakantie was goed, man. Toevallig ging ik laatst weer eraan denken. Onze Ghana-vakantie was echt goed, man. Dat is wel goed, man. We hebben 18 dagen goed, met elkaar volgehouden, geen gezeik. Verlengingen. Ja, hebben we goed gedaan. Ja, maar was wel echt... Ja, is fijn, man. Fijn. Ja, man. Bijna niet gegaan, of ik tenminste. Volgens mij, jullie waren wel standvastig. Maar ik was met die COVID en die crazy...